Dames en heren, welkom bij deel 2 van Spinoza te paard over de Majorana-deeltjes. En welkom in de kwantumwereld van deeltjes en antideeltjes. Dus na het verhaal, de vragen. En na de fundamentele theoretische inzichten, het experiment. Misschien heeft u het al gezien. Nee, het is geen bom, het is vloeibaar stikstof. Daar gaan we straks een experiment mee doen. En het andere antideeltje wat we hebben voor u vanavond is na de meester... de leerling, want zo doen we dat vaak bij Spinoza te paard. Mensen die een proefschrift schrijven, hier nog kort even het verhaal vertellen van wat zij doen. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Vincent Maurik. Ja, goedenavond allemaal. Ik ben Vincent en ik heb vroeger ook de Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelezen. Maar ik ga jullie nu iets vertellen over kwantumrekenen eigenlijk. Wat kun je met Majorana-deeltjes doen? Je hebt er nu van alles van Leo over gehoord en ik wil wat meer gaan vertellen over het nut en de toepassing ervan. Daarvoor wil ik eerst even nadenken van, ja, wat is rekenen eigenlijk? Hoe doen we dat nu? Dat doen we nu meestal gewoon thuis op een huistuin- en keuken-pc. En zo'n computer die rekent met bitjes en dat zijn nullen en enen. Nou, en die computers worden maar sneller en maar sneller en maar sneller, maar dat houdt een keertje op. We gaan de limieten bereiken van wat haalbaar is. En als we over 20 jaar nog steeds een veel snellere computer willen hebben, dan zullen we dat fundamenteel anders aan moeten gaan pakken. En de manier waarop we dat gaan doen, is door de kwantumcomputer te gaan bouwen. Nou, wat is dat, de kwantumcomputer? Dat is een computer die niet nullen en enen als bitjes heeft, maar die heeft bitjes die tegelijkertijd... zowel 0 als 1 kunnen zijn. Dus er zijn veel meer toestanden van een bitje mogelijk dan alleen 0 of 1. Eigenlijk kan er veel meer informatie in één bitje zitten. Nou, en daardoor kun je veel, ja, echt ongekend veel sneller gaan rekenen. Dat is de verwachting. En wij hopen en wij verwachten eigenlijk dat als die computer er komt, dat een enorme impact zal hebben op onze maatschappij. Dat gaat echt een nieuwe stap zijn in het informatietechnologie tijdperk. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van nieuwe materialen of het op je computer berekenen van een nieuw medicijn. Dat zou natuurlijk enorm mooi zijn als we dat kunnen doen. Nou, dit klinkt allemaal natuurlijk heel hopeful, wishful thinking, hè, futuristisch. Waar zijn we nu eigenlijk echt? Nou, ik kan u vertellen, dit soort pc'tjes, die hebben we eigenlijk op dit moment al in het lab. Maar dat zijn, ja, het zijn echt hele knullige kleine pc'tjes. Die bestaan uit 2, 3 bitjes of zo. En als je er maar naar kijkt, is eigenlijk het bitje alweer kapot. Ze zijn enorm fragiel, je kunt bijna geen berekening uitvoeren. Maar het principe is aangetoond. Tegelijkertijd is het probleem blootgelegd. Het is allemaal heel fragiel en gevoelig voor verstoringen. En dat probleem, dat willen we gaan tackelen. En wij geloven dat Majorana's daar echt een hele belangrijke rol in kunnen gaan vervullen. En daar wil ik u wat meer over gaan vertellen in de komende paar minuten. Oké, nou, hoe reken je dan met zo'n Majorana? Nou, moet je dus eerst afvragen van hoe kan ik er een bitje mee maken? Nou, het bijzondere is, als je 2 Majorana-deeltjes hebt, die zitten ver bij elkaar vandaan, en je annihileert ze, je brengt ze bij elkaar... dan kunnen die bitjes eigenlijk een soort kiezen van, worden wij een 0 of worden wij een 1? Nou, annihilatie is een beetje een vreemd begrip, hoe moet u zich dat voorstellen? Nou, kijk even links of rechts van u naar uw buurman of uw buurvrouw. En nu zit er nog enige afstand tussen u. Ja, maar als u elkaar nou een hand geeft, dan raakt u elkaar. En als u dan annihileert, ziet u een grote flits en dan bent u weg. Dan bent u energie geworden. Dat is eigenlijk wat annihilatie is. Dus zolang u een klein beetje uit elkaar blijft, gaat dat allemaal goed. En dat is precies met de Majorana's hetzelfde. Zolang ze een klein beetje uit elkaar blijft, gebeurt er niks. Breng je ze bij elkaar, annihileren ze en moeten ze eigenlijk kleur bekennen. Oké, nou, laten we daar eens wat meer op inzoomen. Van hoe gaat dat annihileren nu eigenlijk echt? Nou, dan moeten we eerst eens kijken naar de annihilatie van een elektron en een gat. Elektron en een gat, dat hebben we al even bij Leo gehoord, dat zijn eigenlijk een combinatie van een deeltje en een antideeltje. Maar het is eigenlijk makkelijker om erover te denken van, ik heb een grote zee, een soort grote soep van elektronen.
En daar haal ik er eentje van uit. Dat kun je zien als een druppeltje wat boven de zee hangt. En dan heb ik daar beneden ergens een belletje zitten. Nou, laat ik het druppeltje weer in de zee vallen en dan heft het belletje en het druppeltje elkaar op. Ja, en dan zien we weer zo'n flitsje. Nou, hoe gaat dat nu met Majorana's? Ja, dit is elektron-gat flitsje. Wat gebeurt nou met Majorana's? Dat is weer een beetje een vreemd, raar verhaal. Want een Majorana is zowel elektron als gat. He, zowel deeltje als antideeltje. Eigenlijk half druppeltje, half belletje. En zit bovenop die zee van elektronen. Dan heb je er twee van half druppeltje, half belletje. Nou, ga je bij elkaar brengen. Wat gaat er gebeuren? Nou, laat het gewoon eens een keertje doen. Kijk wat er gebeurt. He, we brengen er twee bij elkaar. En floep, ze zijn helemaal weg. Ze zijn niks meer. Dat is raar, maar oké, we doen het ermee. Nou, laten we dat nou eens gewoon als een mogelijke uitkomst zien. Laten we dit gewoon nul noemen. Noemen we hetzelfde trucje, kunnen we gewoon heel simpel nog een keertje doen. We nemen opnieuw twee van half druppeltje, half belletje. Laten ze naar elkaar toe gaan. Hey, we hebben een elektron en een gat gekregen. Dat is een andere mogelijke optie die plaats kan vinden. Die kunnen we één noemen. Nu ziet u al, nu hebben we twee, als je de dingen bij elkaar brengt, kunnen ze eigenlijk een soort van kiezen, worden we een nul of worden we een één. Ofwel er komt niks, of er komt een paar van een elektron en een gat. Dus blijkbaar kunnen we in die twee Majorana's, informatie zit erin en die komt eruit op het moment dat je ze bij elkaar brengt. En dat is het kwantumbitje. Okay, nou, het is allemaal leuk en aardig, maar hoe kun je er dan eigenlijk echt een soort van mee gaan rekenen, iets zinnigs mee doen? Dan wil je eigenlijk kunnen controleren wanneer er een 0 of een 1 uitkomt, of in ieder geval een soort processen mee doen waar zinnige resultaten uitkomen. Nou, en daar komt echt een soort heel vreemde eigenschap van Majorana's om de hoek kijken. Als je namelijk twee Majorana-deeltjes hebt, die beweeg je ze om elkaar heen, je doet het misschien een paar keren, drie keer of zo, dan weer een keer zo. Dan onthouden die deeltjes wat voor pad ze hebben afgelegd, hoe ze dat hebben gedaan. En dat beïnvloedt die uitkomst als je ze daarna gaat annihileren. Wordt het een 0 of wordt het een 1? Dus eigenlijk is rekenen met Majorana's betekent dat je die dingen gaat verwisselen, om elkaar heen gaat bewegen. Nou, en hoe ziet dat er dan, hoe gaat dat er dan een beetje uitzien? Dat moet u zo voorstellen. Hè? Je begint met een aantal mogelijk bekende begintoestanden, bijvoorbeeld allemaal nullen van paartjes Majorana's. Trek je die uit elkaar, ga je ze allemaal lekker om elkaar heen bewegen. Dan uiteindelijk, als je denkt dat je al je bewerkingen gedaan hebt, ga je checken wat er uitgekomen is. En dat doe je door ze allemaal bij elkaar te brengen, al die paartjes, te laten annihileren en dan komt er een nulletje of een eentje uit. En op die manier heb je een soort uitkomst gekregen. Nou, en hoe ziet dat er nou in een iets realistischer schema uit? Dan gaat dat er al een stuk ingewikkelder uitzien. Dan krijg je een heel soort vlechtwerk eigenlijk van Majorana's, sliertjes Majorana's die zo om elkaar heen gaan bewegen. En dat kun je zien als een soort breien, een soort vlechten. Ja, als het zo ingewikkeld gaat worden, misschien is het zelfs al bijna weven met Majorana's. En op die manier kunnen we echt algoritmes, berekeningen implementeren en uitkomsten gaan krijgen. Dus dit is hoe wij dat voor ons zien. Ja, zo gaan wij straks rekenen met Majorana's. We nemen die dingen en we gaan ze om elkaar heen bewegen en dan uiteindelijk brengen ze bij elkaar en dan wordt het een 0 of een 1. Nou, dan wil ik eigenlijk, tenslotte wil ik het een en ander zeggen van waarom is het nou, waarom doen we dit, waarom is dit cool, wat hebben we hier eigenlijk aan? Nou, wat hier zo bijzonder aan is, is dat die Majorana's, dat heeft Leo al benadrukt, die Majorana's die hebben eigenlijk helemaal niks, geen lading, zijn niet magnetisch, die hebben nergens interactie mee. En de truc is dus dat als je ze heel ver uit elkaar houdt, als je de dingen niet bij elkaar in de buurt brengt, zijn ze helemaal veilig. Dus zo'n kwantumbitje, wat uit twee Majorana's bestaat, die dingen trek je helemaal uit elkaar, dat is nergens meer gevoelig voor. Want alleen als je een enorme verstoring in je systeem hebt, waar ze bij elkaar komen, dan pas gaan ze annihileren, dan pas moeten ze kleur bekennen. Dan pas zijn ze gevoelig voor verstoringjes uit de omgeving. Dus de grote truc met Majorana's is dat je ze uit elkaar houdt. Op dat moment heb je geen flauw benul wat op dat moment de waarde is van zo'n Majorana. Dat is niet gedefinieerd, kun je niet weten. Je houdt ze ver uit elkaar, je gaat ze om elkaar heen bewegen de hele tijd en je zorgt dat ze lekker ver uit elkaar blijven. En dan gaat het allemaal goed. Dan kan er eigenlijk, zijn ze niet meer zo gevoelig. Als je er dan even naar kijkt of ze botsten even tegen een ander atoompje aan of zo, dan gebeurt er helemaal niks. Want die ander zit toch heel ver weg. Nou, en dat is eigenlijk
waarom wij denken dat, dat Majorana's een fundamentele bouwsteen gaan zijn voor de nieuwe quantumcomputer. En dat principe van die quantumcomputer is eigenlijk al aangetoond. Er is gelijk ook dat probleem blootgelegd, dat die quantumbitjes zo enorm fragiel zijn. Je hoeft er maar naar te kijken, tegen te blazen en het is weg en je kunt er niks meer mee. En die Majorana's, die zijn goed, die hou je lekker ver uit elkaar. En pas als jij het wil, als je ze naar elkaar toe laat komen, dan bekennen ze kleur. Dan worden ze een 0 of een 1 en krijg je de uitkomst uit je berekening. Nou, en het mooie is, of tenminste voor ons het mooie, en ik denk ook over u, is dat wij niet de enige zijn die dit denken. Ook Bill Gates, ook Microsoft denkt dat dit cool is. Dat we hier echt iets mee kunnen en iets mee moeten. En nou ja. Hoe zien we dat terug? Nou, bijvoorbeeld ik word nu op dit moment betaald door Microsoft. Microsoft die sponsort ons onderzoek met miljoenen dollars. Dat is niet gelogen. Dus er zit hier ook echt gewoon een diepe interesse vanuit zo'n groot bedrijf voor deze hele fundamentele natuurkunde. Ja, misschien is dat wel omdat ze eindelijk eens een keer wat beters neer willen zetten dan deze MacBook van Apple. Hè? Misschien willen ze dat toch eindelijk eens een keer overtreffen. Nou, zoals ik al zei, wij zijn er echt van overtuigd. Wij geloven echt dat dit hetgene gaat zijn wat de quantumcomputer als technologie gaat verwezenlijken. En ik hoop dan ook echt dat we in de toekomst nog heel veel van Majorana's en de quantumcomputer gaan horen. En dank jullie wel voor jullie aandacht. Nou, dankjewel Vincent. Ja, duidelijk verhaal. Ja, wie weet word jij de volgende Bill Gates. Nou. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, nou, je hebt in ieder geval wel de leeftijd ervoor. Hey, Leo, kom er even bij. Dan gaan we nog even de P-mails behandelen. Want nu, u. En dan kunt u dus een exemplaar winnen van Science. En dan kunt u het allemaal nog even rustig nalezen waar dit allemaal over ging. Goed, en de eerste Science, dat is inderdaad wel een hele leuke vraag. Zijn de cosmologen blij met de vondst? Werken jullie op de een of andere manier samen? En die vraag die is van Ellen van der Kraats. Ellen, waar zit je? Ja, kom er even bij. Leo, kom ons mee. Ik kom even hier staan. Hoi Ellen. Nou, dankjewel voor je vraag. Hallo. Hallo. Hey, vanwaar deze vraag? De cosmologen, waarom zouden die samenwerken met... deze mensen? Nou ja, dat vroeg ik me alleen maar af. Omdat, die zijn ook op zoek naar allerlei dingen die ze niet kunnen vinden. Mm-hmm. In de zwarte gaten en de ruimte. En dus, nou ja, jij begon daar zelf ook mee. Ja. Eigenlijk. Ja. Leo, de cosmoloog, ken je die? Ik ken er wel een aantal, ja zeker. Maar we werken er niet mee samen. De aanpak is zo ontzettend verschillend. Ik heb die grot laten zien waar ze... Het is het Majorana deeltje uit de ruimte willen vangen. En ons laboratorium wat in de broekzak past. Dus die aanpak is zo ontzettend verschillend dat we geen dingen kunnen uitwisselen. Ja, brengt ze misschien op idee of zo? Zou misschien kunnen. Ja. En het is inderdaad al een paar keer gebeurd. En dat was vroeger nooit het geval. Dat ik nu een paar keer op workshops en zo ben geweest. Seminars waar ook cosmologen waren. Dus ja. Ik kom ze sindsdien wel tegen. Ja, ik kan het me voorstellen. Doet zelf iets in de wetenschap? Nee hoor, niks. Nee, gewoon geïnteresseerd. Ja, nou, dan hoop ik dat u hier iets aan heeft. Ik denk het wel, science. Hartelijk dank, Ellen. Ja, zo doen we dat dus bij Spinoza te paard. Die denkt, oh ja, wat heb ik ook alweer opgeschreven. Maar ik heb het allemaal hier hoor. Goed, de volgende. Oh, er zijn twee mensen, dat is altijd wel leuk, als mensen samen iets invullen. En dat is Abel Bosman en Diewertje Dekker. Hoe kan het dat een Majorana-deeltje tegelijkertijd een deeltje en een antideeltje is, zonder zichzelf te laten verdwijnen? Nou, Abel en Diewertje, kom er even bij. Daar zit, ja. Nou, jullie krijgen natuurlijk allebei een exemplaar van Science. Moet je eerst nog even gaan studeren voordat je het kan begrijpen, denk ik. Maar kinderen stellen altijd de beste vragen, inderdaad. Want als zo'n negatief deeltje en een positief samen... Ja, waarom verdwijnt dat dan niet? Van waar deze vraag? Ten eerste, het diertje stelde hem als eerste. En vervolgens kwam ik erachter dat ik hier eigenlijk helemaal geen antwoord op had. Nee, dus dat vond ik. Daarom ben je hier natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja.
En vandaar, ik kon het dus niet verklaren en daarom ben ik geïnteresseerd of jullie daar wel een antwoord op hadden. En ik ga er vanuit van wel. Ja, okay. Ja, dan mag jij het doen. Heb je een antwoord? We hebben een antwoord, gelukkig. Ik haal het plaatje nog een keertje erbij. We hebben dat halve elektron en het halve gat kunnen construeren door die hele rij heen en weer te laten slingeren. En daar ontstond of hier of daar een gat. Maar als je dat dan kwantummechanisch doet, dan zit het allebei tegelijkertijd. En dat geeft aan beide kanten dan een half gat en een half deeltje. Maar stel nu dat het deeltje aan de linkerkant met zichzelf zou annihileren en verdwijnen in het niets. Dan krijgen we een hele gekke situatie dat we aan de rechterkant halve deeltjes hebben. En die bestaan niet in de natuur. Dat is niet mogelijk. Nee, die bestaan niet in de natuur. Dus die Majoranas, die kan je alleen krijgen, zo construeren, in paren. Ze bestaan niet, of ze bestaan in een even aantal. Een oneven aantal, dan zou je ineens nieuwe halve deeltjes creëren. Dat zou ook leuk zijn, maar... En dat is in theorie niet mogelijk? Dat is niet geprobeerd? Nee, dat is in theorie niet mogelijk. Hebben we het geprobeerd? Nou, heb je het? Oh, ik bedoel natuurlijk niet in praktijk, maar gewoon, er is ook niet over nagedacht. Ja, nee, er is zeker over nagedacht. Nou, maar de vraag... Ik ja, niet die de vraag... Is dit een beetje antwoord op je vraag zo? Want jij begon daarmee natuurlijk. Ja, ik vraag me af, want de ene kant zeg maar, zou zich dan laten verdwijnen. Maar waarom verdwijnt die andere kant dan niet ook, dat het gewoon helemaal verdwijnt? Nou, dat zou wel kunnen. Maar hoe we het opzetten, is dat ze heel ver weg van elkaar zitten... En dat ze ook dus zo ver weg dat ze elkaar niet meer voelen. He, dus als de een zeg maar, zou verdwijnen, wat dus niet kan, dan zou die andere het niet weten. He, dus dat is de hele reden dat we ze zo ver uit elkaar hebben gebracht. We beschermen ze door ze ver uit elkaar te brengen. Als ze dichter bij elkaar komen en elkaar beginnen te voelen, dan kunnen ze elkaar gaan annihileren. Het is de afstand. Het is de afstand die bescherming geeft. Dat is echt een hele goede vraag. Ja, nou zie je wel. Ja. Hey, als jullie dit zo horen, denken jullie van... Nou, ik denk dat ik ook wat natuurkunde ga doen. Of denk je nou van, nou, maar nooit dit. Dat dacht ik daarvoor al. Jij ook? Ja. Nou, dit is de nieuwe generatie die later met de Majoranen denkt van Leo gaat werken. Heb je dat boek ook gelezen? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, die heb ik gelezen, ja. Ah, kijk eens aan. Nou, jullie hebben in ieder geval een nieuw lezen voor. Hartelijk applaus. Leuk. Ver naar de wal. En die vraagt zich af. Hoe is ooit zonder verdere aanwijzingen voor het Majorana-deeltje het model bedacht? Hoe het systeem in elkaar moet zitten om een Majorana-deeltje te laten ontstaan? Ja, je bedenkt iets wat je nog nooit gezien hebt. Het is van ver naar van de wal. Verder, ben je er nog? Ja, kom er even bij. Even een applaus voor Venna. Je moet zeggen wanneer de vraag zal ik kussen. Alsjeblieft, één exemplaar van Science. Hoe kwam je zo op je vraag? Ja, ik zat echt te kijken van ja, het is allemaal heel raar van hoe dat deeltje natuurlijk is ontdekt. Maar hoe kom je helemaal op het allereerste idee? Ja, ga nou gewoon een avondje zitten denken en drink je een borrel. Denk, oh ja, misschien zou dat kunnen, maar ik heb nog niks gezien natuurlijk. Dat draadje dat dan voor de helft bedekt moet zijn met die supergeleider. Van, hoe kom je erop dat het voor de helft bedekt moet zijn en niet helemaal of helemaal niet of wat dan ook. Leo, hoe doe je dat? Of schrijf hem weer door naar Vincent? Ja, ik zie je wel naar Vincent. Nou, Vincent, begin jij mee. Zal ik eerst gewoon even vertellen hoe dat idee ontstaan is? Ja. Van, het heeft niet zoveel te maken, nou ja, wel een beetje natuurlijk, maar niet zoveel met wat Majorana in de jaren 30 heeft gedaan. Eigenlijk in de jaren 90, eind jaren 90, is er vooral een Russische theoreet geweest. Die heet Kitaev. En dat is een hele geniale man, heeft geniale ideeën. En die heeft eigenlijk voor het eerst ingezien en bedacht dat je dit in een soort draadje, dat je daar Majorana's in zou kunnen maken als gecombineerde deeltjes, eigenlijk samengestelde deeltjes van elektronen en gaten, gecombineerd met supergeleiding. Nou, dat was nog een heel theoretisch systeem. Toen heeft het eigenlijk nog zo'n 10, 12 jaar geduurd van geleidelijke theoretische ontwikkeling, werk van verschillende theoretische groepen. En dat heeft uiteindelijk in 2010 geresulteerd eigenlijk in een soort, je zou het bijna een soort kookreceptje kunnen noemen, wat ons aangereikt is van wat tegelijkertijd uit twee theoretische groepen kwam. Zo van deze stappen moet je doorgaan, zo moet je die structuurtje bouwen en dan zul je waarschijnlijk dit gaan meten.
Maar dat, moet je dan wel, dat is dan wel een theoretisch verhaal. Wij moeten dat inkleuren, zeg maar, en invullen. Dus dat zegt dan van, nou, je moet dit materiaal of dit type materiaal nemen en dit type draadje. Maar wij moeten dan echt het soort materiaal kiezen en het soort draadje. En de geometrie, die bepalen wij. Dat is eigenlijk ons werk geweest. Klopt dat, Leo? Ja, nee, helemaal. Oh. Maar ik zou nog graag iets aan toe willen voegen. Dat Alexei Kitaev was ook zo'n rare gast die zich niet liet leiden door de regering zegt van dat is nuttig, of wat bedrijven zeggen wat is nuttig. Die zat gewoon echt te spelen met zijn formules en te kijken welke symmetrieën die in zijn formules zaten. En daar zag hij op een gegeven moment ook weer als oplossing van zijn formules Majoranendeeltjes. Dus echt gedreven vanuit nieuwsgierigheid heeft hij dat gevonden. Nou, uiteindelijk is Alexei Kitaev wel spekkoper geworden, want misschien heb je een tijdje geleden gehoord dat er een hele rijke Rus was die aan een aantal natuurkundigen 3 miljoen per persoon heeft gegeven. Heb je dat gehoord? Nou, wij hebben het wel gehoord. Ja. En een van die jongens die de 3 miljoen heeft gekregen, dat was Alexei Kitaev. Okay. Ja, dus uiteindelijk heeft het hem ook nog wat geld gegeven. Maar hij was echt uit nieuwsgierigheid gaan zoeken wat er allemaal verborgen zat in die formules. Ja. Maar achteraf gezien is het logisch dat je inderdaad gaat kijken naar zo'n draadje en dan heb je zo'n gat en zo, ja, dat het zo afwisselt. Ja. Maar in eerste instantie weet je dat helemaal niet. Ja. Zeg maar, nee. Op dat moment is het nog helemaal niet logisch dat het een draadje moet zijn. Ja, hoe kom je op zoiets? Nou oké, dus Kitaev in zijn rekenkundige model had hij wel, had wel iets makkelijker gemaakt. Dus niet in 3 dimensies te gaan rekenen, maar in 1 dimensie. Dat maakte het makkelijker. En daar zag hij dit al optreden. Ja. Dus de link met zijn model en een draadje, oké, die konden wij nog wel leggen dan. Oké, okay. Nou, die manier. Is het een beetje antwoord op je vraag? Zo? Ja. Nou, hartelijk dank. Applaus. Fena. Goed. Nou, en hier hebben we, ik vind het altijd leuk als mensen een heel verhaal gaan opschrijven. Het is niet altijd leesbaar, het is ook niet altijd te begrijpen. Maar hier hebben we een interessant verhaal over entropie. En dat, ja, oh my god, zegt hij al. Nou, hij mag het zelf even stellen. Hugo Dil, waar zit je? Kom er even bij. Ja, daar is Hugo, ja. Nou Hugo, welkom bij Spinoza te paard. Ik zou het kunnen voorlezen. Zal ik dat doen? Ja, oké. Okay. Uit het begrip entropie in informatietheorie. Nee, informatietheorie ken je wel, hè? Ja, oké. Okay. En thermodynamica zou volgen dat in het geval van een waarnemer perfecte kennis heeft van het systeem, nul entropie, verstrengeling meer dan perfecte kennis geeft. Dit leidt tot minder dan nul entropie. En dan een koelend effect heeft op delete wissen. Hoe kan dit werken bij een Majorana-computer? Of eigenlijk quantumcomputer bedoelt u in plaats van Majorana? Ja, quantumcomputer om te beginnen. Maar vooral in het geval van in de quantumcomputer, dan zou dat al bekend zijn. Maar hoe zou dat nou werken in het geval van een Majorana-computer? Ja, en er staat ook nog een voetnoot bij, want dit is dan volgens de University of Oxford en Singapore. Die hebben die notitie geschreven en vandaar dat ik deze kennis probeer voor te leggen in de vorm van een vraag. Oké. Okay. Leo, is duidelijk. Het onderwerp is me duidelijk. Ja. De precieze vraag, de ene laatste zin, wat was die? Hoe? Nou, hoe zal dit werken bij een Majorana-computer of een quantumcomputer? De overweging is, in het geval van computerbewerking, energie een grote rol speelt. En zeker in het geval van grote computers, waarbij de warmteontwikkeling een funeste rol kan spelen. Ja. Zeker met de voortgaande concentratie van rekenkracht. Ja. Ja. Maar wanneer een quantumcomputer aan de orde is, dan komt het fenomeen van de